Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben weer een beetje warrig geweest met uploaden, maar goed. We are back. Ik ga deze week weer een nieuwe weekvlog beginnen. Kerktoren is lekker aan het luiden. Het is vandaag zondag. Het is uurtje of 11, denk ik. Nee, bijna 11:30, denk ik. Ik heb de hele ochtend een beetje in mijn bed gechilled. En nu ga ik even mijn kamer opruimen, want vooral deze tafel is echt een bende. Eigenlijk is het hier al... Sinds dat ik van de vakantie terug ben, een beetje een bende. Er zijn gewoon zo kleine troepjes overal. En ik kan daar niet tegen. Dus ik ga dat nu echt even opruimen. En dan ga ik straks mijn Gymshark pakketje halen. Want ik heb echt superveel Gymshark besteld. Waarvan ik zeg maar 80% moet terugsturen. Want dat kan ik helemaal niet betalen. Maar ik ga het wel natuurlijk gewoon met jullie delen. I'm really excited. I love this. Weet je wat dus gewoon het gevaar van Gymshark is? Dat je het met Klarna kan betalen. Zoals ik al zei, ik heb 8 items besteld. Waarvan ik er, denk ik, 6 ga terugsturen. Want ik heb gewoon geen geld om dit allemaal te houden. Dit is deels de nieuwe Animal Seamless collectie. Wat echt my favorite is. Ik heb ook, kijk. Ik heb namelijk deze legging van de Animal Seamless. En deze draag ik echt het allerliefst. Maar goed, ik heb dus... paar nieuwe dingen van Animal Seamless. En ik heb nog een groen setje van de Vital Seamless. En een sport BH. We beginnen met de nieuwe Animal Seamless. Ik heb het met de shorts besteld. Want ik wil heel graag een sportsetje voor in de zomer. Want ik heb inmiddels genoeg lange leggings. Maar ik had nog geen shorts. Dus ik dacht, daar ga ik voor. Dus het zijn allemaal shorts, geen lange leggings. De eerste die we hebben is deze top. Ik hoop dat ik hem pas. Het ziet er echt super klein uit, maar goed. En dit was echt de reden dat ik deze collectie wilde bestellen. Want ze hadden al eerder dit soort topjes in een andere collectie. En die zijn er nu niet meer. En dat vond ik echt fantastisch. Maar ik was daar toen te laat mee. Toen was het helemaal uitverkocht. In deze kleur blauw dus. Ik weet niet zo goed of ik het leuk ga vinden, maar we gaan het zien. En dan heb ik het bijpassende... short erbij. Alright, dit is het eerste setje. Ik ben nog niet overtuigd. De top vind ik fantastisch. Ik ben gewoon niet zo fan van het short, want ik heb hem nu zeg maar hoger gedaan. Maar eigenlijk is hij dus zo. En dit vind ik gewoon echt heel seksloos. Het enige fijne vind ik wel dat de butt scrunch erin zit. Ik vind dit echt... zo seksloos. I don't know. Ik ben niet overtuigd over het short. Ja, ik moet misschien ook een beetje wennen of zo. Want ik heb altijd lange leggings aan. Maar ik weet gewoon niet zo goed of ik het model van dit short zo fijn vind. Ik heb liever dat het dan gewoon wat korter was. Maar I don't know. Ik moet er gewoon even over nadenken. Dan heb ik hetzelfde setje ook in het zwart. Oké, dit is het setje helemaal in het zwart. Ik moet zeggen, toch is zo'n setje helemaal in het zwart gewoon altijd mooi. Maar ergens denk ik dan altijd van Pam, kom op, neem een kleurtje. Dat is veel leuker, maar ik vind dit toch wel echt zo mooi. Ik begin ook steeds meer te wennen aan het short. Ik vind hem wel heel mooi zitten op mijn lichaam eigenlijk. Ik wil ook even deze combi laten zien. I love it. Ja, ik ben gewoon niet zo fan van het short. Ik weet nu al dat ik dit niet ga nemen, omdat ik vind het gewoon vervelend met mijn benen zitten. Daar word ik gewoon helemaal kriegelig van, denk ik. Ik ben gewoon echt niet fan van de lengte van dit short. Ik weet niet, ik vind mijn benen er ook echt dik in. Dat is natuurlijk onzin, maar ik vind het wel echt super leuk. Anders had ik denk ik letterlijk deze combinatie genomen, want ik vind dat eigenlijk net wat leuker dan helemaal blauw. Dan heb ik ook nog een sport BH besteld. Ik weet niet of ik dit een hele leuke kleur vind. Ik ben er nog niet over uit. Daar moet ik hem echt even voor passen. Ik heb deze al een keer gepast in een andere kleur. En ik vind dit wel echt een hele mooie sport BH. Die ik eigenlijk heel graag ook in het zwart wilde hebben. Maar die was uitverkocht. Dus ik ga gewoon even kijken wat ik van deze vind. Dus ik ga gewoon even kijken hoe ik deze vind. Ik vind het in ieder geval sowieso een heel fijn model. Want dat wist ik al. Want ik heb hem al een keer gepast. Oké. Dit is de sport BH even op het zwarte short. Ja, ik vind het aan de ene kant een hele mooie kleur. En aan de andere kant weet ik ook niet of ik hem makkelijk combineren vind. Want ik zou dit dan echt eigenlijk vrijwel alleen op zwart dragen. Ik weet niet, ik denk dat dat dan zo net niet matcht. Dat vind ik dan net jammer.
Dus ik denk toch dat ik deze sport BH liever in het wit of in het zwart wil bestellen. En dan als laatste heb ik nog een Vital Seamless set. Ook met shorts. Dat is deze, dit groene kleurtje. En dan met de long sleeve top. Ik heb deze top dus ook in het zwart. Maar die is nog van de vorige collectie en die is zo kort. Je doet één keer dit en het zit hier. Dit is zoveel beter gemaakt. Oh my god. Ja, fuck. Ook leuk. Oh my god, ik weet het gewoon niet. Maar dit vind ik wel iets meer basic. Alleen, I love de kleur gewoon echt. Want deze set, ik zeg je eerlijk, die vind ik wel echt het beste bij mij staan qua kleur. Oh my god, dit doet echt heel veel goeds voor mij. Omdat ik ook groene ogen heb, dus mijn ogen komen hier gewoon echt heel goed in uit. Gewoon te leuk. Gymshark is gewoon te goed. Ik kan gewoon nooit keuzes maken. Oké, nou, ik heb nu dus alles aangepast. En ik heb mijn keuze echt nog niet gemaakt. Ik moet eventjes foto's sturen naar mijn moeder. Doe ik altijd. En gewoon even kijken wat ik toch het leukst vind. Ik heb ook van alles een foto gemaakt. Dus ik kan het gewoon niet allemaal hebben. Ik ga sowieso de sport BH terugsturen. Want die vind ik gewoon... Nee. Oké, ik ga nu over een kwartiertje sporten. Ik ben sowieso erover uit dat ik deze top neem in het zwart. Ik heb namelijk... Wacht, ik ga jullie toch even neerzetten. Ik heb namelijk de blauwe top met mijn leggings even bekeken die ik al heb. En ik kan dat gewoon letterlijk met geen een van mijn andere leggings combineren. En dat vind ik heel vervelend. Goedemorgen, ik ben in de sportschool. Zin vanochtend. But I'm here. Ik vind het toch ergens spannend om dit soort vloggen. Terwijl volgens mij nobody cares. Niemand kijkt naar mij. Maar ja, ik had eigenlijk geen zin en ik kan ook niet heel lang, want ik heb over 3 kwartier les. Maar ja, ik ben trots dat ik hier toch ben. Dat ik toch iets ga doen. Dus ja, trouwens, mijn haar is vandaag echt niet hoe ik het wil hebben. Ik word er helemaal lijp van. Klanttevredenheid. Apple, ja. Samsung, ja? Apple. Hou je bek. Huawei. Even denken. Ik zal het niet doen met die seconde. LG. Ik heb mijn onesie uit de kast getrokken, ja. Ja, weet je wat het is, jongens? Ik vind het gewoon zo lekker zitten. Ik heb vandaag eigenlijk echt niet zo'n bijzonder dagje gehad. Ik ben gewoon naar school geweest. Ik heb 1 les gehad. Nee, 2. 2 lessen, daarna heb ik echt uren niks gedaan. En net dus samen gegeten met Jan en Julius en Jannes. Nu ben ik thuis, het is 9:30. En ik ben nu gewoon even lekker YouTube-video's aan het kijken. Heerlijk. Ik heb ook echt nog helemaal geen zin om naar bed te gaan. Dus ik denk dat ik hem gewoon nog even lekker chill. Welkom in de kantine. Kom je voor mijn rust? Niet voor een achterlijke gladiool. Je bent een stomme boer. Dan zit je dan met je koffie en je geboor. Meine Güte. Zo, ik ben er even bij gaan zitten. Want ik heb net een pakketje opgehaald. Die lag bij de buren. En ik wil dat pakketje heel graag met jullie delen. Ik zat eerst te twijfelen of ik hier een aparte video van ga maken. Maar toen dacht ik... Nee, ik kan het net zo goed gewoon in deze vlog erbij stoppen. Het is een pakketje van Shein, mijn favoriete website. Ja, ik ga er niet over liegen. Ik hou gewoon echt heel erg van Shein. Ja, ik mocht nu weer wat items uitkiezen. En ik heb natuurlijk weer een kortingscode voor jullie. En ik weet niet meer wat erin zit. Ik heb het denk ik 1 week geleden besteld, dus het is best wel snel binnengekomen. Maar ik weet niet meer wat ik precies had. Dus laten we het gaan uitpakken. We beginnen met de bovenste in een lekker kleurtje. Dit is een heel leuk setje. Met een kort broekje en een blouse. Het is leuk om los van elkaar te dragen, maar ook bij elkaar. Dus ik hou gewoon echt heel erg van dit soort setjes. Want het kan je gewoon heel leuk mixen en matchen. Maar... Oké, negeer eventjes dat het zo gekreukt is. Maar het is wel echt heel erg leuk. Zeg maar, dit is het broekje. Die dus echt mega gekreukeld is. En dan de blouse eroverheen. En je kan hem zo dragen, maar je kan hem er ook in doen. Je kan ook zeggen, ik doe een deel erin. Je kan hem open dragen. Ja, ik vind het echt super leuk. Dan het volgende, ook weer in een hysterisch leuke kleur.
Dat is deze broek. Oh my god, dit is zo hysterisch. Hoop wel dat ik hem pas, want eigenlijk wilde ik hem een maatje kleiner, maar die was uitverkocht. Deze hysterisch roze leren look broek. Ja, dit is natuurlijk wel echt helemaal leuk. Oké, nou, dit is de broek en ik vind hem echt fantastisch leuk. Alleen hij is wel echt te groot. Kijk, ik heb echt heel veel ruimte hierin. Dus daar baal ik wel van. Maar misschien dat als ik er een riem omheen doe, dat het wel kan. Maar ja, ik haat een riem. Echt met passie. Ik vind dat gewoon altijd echt jammer. Ja, daar baal ik wel een beetje van. Maar goed, ja, het kan wel. Next. Weer een leuk kleurtje zie ik. Ik heb lekker veel kleur besteld. Dat is deze top. Is gewoon een crop topje. Die kan je hier zo korter of langer maken, hoe je het wil. En ja, gewoon heel chill topje voor in de zomer. Hoe leuk is die? Oh my god. Ja, het is gewoon heel simpel. Maar ik vind het echt een hele mooie kleur. Dat ten eerste. En het is gewoon leuk dat je hem helemaal zo, hoe kort je hem wil, kan doen. Dus ik kan hem ook langer doen. Dat hij gewoon, dat je geen buik hebt, zeg maar. Ja, ik vind het gewoon een hele chille top. Die kan je gewoon heel chill combineren. Dan een jeans, zo te zien. Ik hoop wel echt weer niet dat dit te groot is, want ik vind het er weer aardig groot uitzien. Maar ja, het is gewoon een wijd uitlopende jeans. Ik ben benieuwd hoe die zit. Ik heb namelijk wel een aantal hele fijne broeken, dus ja, dan hoop ik altijd maar dat het een goede aanvulling is en niet eentje die ik dan niet zo vaak aantrek. Oké, dit is de jeans. Ja, hij zit wel gewoon echt mooi. Ja, goede broek. Zit lekker. Zit mooi aangesloten. Hij had zelfs een maat kleiner gekund, maar ik denk dat ik dit wel chill vind, want hij trekt nu nergens. En lengte is ook echt perfect. Ik ben 1,64 meter, dus dat is echt super chill. Dus hele chille broek. Dan weer eentje in een leuke kleur. Wel, dit wordt denk ik een beetje mijn nieuwe verslaving. Ik heb ook al een roze hiervan. Ik heb daar een groene, ik heb hier een groene. Maar ja, dit is gewoon echt heel leuk. Ik vind dit dus ook heel leuk om zo over zo'n t-shirt te dragen. Maar ook gewoon los. En ja, ik ben hier gewoon fan van. Nou, deze groene blouse, die moet eigenlijk ook even een beetje gestreken worden. Ik vind dit wel een beetje een apart stofje, moet ik eerlijk zeggen. Het voelt een beetje stijf, dat is het vooral, denk ik. Dan nu zo te zien twee zwarte items. Want ja, we hebben nu wel genoeg kleur. Oh ja. Ja, ik heb dit topje. In het zwart. Met dus een ritje aan de voorkant. Ik vind dat heel erg leuk. Dat je hem open kan dragen. Maar ook dicht kan dragen. Ja, nou, gewoon simpel. Maar heel chill. Oké, en dan hebben we nog deze top. Die kan je dus helemaal open dragen. Maar ook half. Het is maar net wat je wil. Ik vind het helemaal leuk. Gewoon een simpel chill topje die je altijd ergens bij aan kan trekken. Laatste, en hier ben ik ook mega excited over. Deze is ook echt heel leuk. Oh, dus niet in het zwart, het is in het donkerblauw. Dit is eigenlijk een beetje dezelfde set als dat eerste groene setje, maar dan met een lange broek in het donkerblauw. Het is dus gewoon een lange, wijde broek in een redelijk dun stofje, dus heerlijk voor de zomer. Ik moet opschieten, want mijn SD-kaart is bijna vol. Met deze blouse eroverheen. En kan je er ook in doen in je broek of eroverheen laten hangen. Nou, ik vind het in ieder geval helemaal leuk. Oké, ja. Hoe leuk is dit? Even serieus. Dit is toch geweldig? Het is ook net alsof je in je pyjama loopt. Het is echt... Ja, dit is echt heerlijk voor in de zomer. Ik vind het echt hele leuke items voor in de zomer en in het voorjaar. Ik ga nu snel stoppen, want mijn SD-kaart is bijna leeg. Maar hier is de kortingscode. Dus bestel zeker wat. Of niet, moet je zelf weten. Maar ze hebben echt wel weer hele leuke items. Dus ik zou zeker even een kijkje nemen. Oké, ik ga nu dit uitdoen, want mijn SD-kaart zit vol. Oké, jongens, ik heb net even boodschapjes binnengekregen van Getir. Getir. I don't know hoe je het uitspreekt. Dit is gewoon weer een beetje hetzelfde als Gorilla's en Flink. En dat is nu ook weer hier in Tilburg. En daar hadden ze dus een actie dat als je voor 17 euro bestelt, krijg je 15 euro korting. Ik heb uiteindelijk voor 18 euro besteld, heb ik 4 euro betaald. Daar houden we van. Maar ja, ik heb daar dus eventjes lekker Starbucks mee ingeslagen, want love it. Stukje zalm, want dat is normaal altijd echt pokkenduur. Deze wraps, een yoghurtje en
Alpro. Maar vooral deze twee vond ik echt chill. Want ik bedoel, deze zijn normaal volgens mij echt bijna 5 euro. Dus ja, daar heb ik nu lekker op bespaard. I love it. Helemaal blij mee. Ik sta ook helemaal zo kut van. Hallo. Zo, nu. Ja, ik kan moeilijk niet, even ik kan volgen. Niet volgen. Hi, het is op dit moment 12:30 s'nachts ongeveer. En ik ben thuis. En ik heb echt een tijdje niet gevlogd. Daar werd ik net eventjes mee geconfronteerd bij Jannes en door Jur. Dus hier ben ik. Terug in de weekvlog. Ik lijk bijna dronken, maar ik ben gewoon echt super moe. Zo. Ik blijf natuurlijk weer niet staan. Nou, ik ben thuis. Ik ben echt kapotmoe. Moest ik werken vanavond tot 8 uur. En daarna ben ik dus naar Jannes toe gegaan. En Jur was daar ook. Was wel echt heel gezellig. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Maar ik ben wel echt kapot. Ik heb niet heel goed gegeten vandaag. Ik geef het toe. Mag ook in de vlog. Ik heb vandaag echt niet goed gegeten. Ik heb eigenlijk niet echt avondeten op. Ik heb vandaag gegeten. Ik heb havermout gegeten. Ik heb yoghurt gegeten. Ik heb een appel gegeten. Ik heb 1 broodje pindakaas gegeten. Ik heb 3 rijstwafels op met komkommer en hummus. Hummus. En een kaascroissantje. Ik heb nu echt niet normaal veel honger. Dus ik ga absoluut nu denk ik een broodje eten. Dit niet als voorbeeld, dit is niet goed, mensen. Ik ga nu me klaarmaken en naar bed. Ik ben echt heel moe. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, zonneschijn. Oké, het is vandaag zaterdag. En ik ga vandaag repeteren voor mijn eindexamen. Heel erg veel zin in. Dat doe ik elke zaterdag vanaf nu. Ik heb eigenlijk over 5 minuten op school afgesproken. Dat ga ik niet aan. Sorry Jannes, als je dit ziet. Hij ziet het waarschijnlijk toch niet, want hij kijkt mijn vlogs niet. Ik weet het niet meer. Oh ja, nee. Ik ga dus vandaag repeteren voor mijn eindexamen. En vanavond ga ik naar Jentel en de Boer in Haarlem. Dus dat is echt superleuk voor de mensen die hun niet kennen. Het is een kleinkunstduo. En daarna ga ik heel even lekker naar mama thuis. Dus ik slaap vanavond bij mama in mijn bedje daar. En dan ga ik morgen weer terug. Dus het is echt een heel kort nachtje bij mama. Maar wel echt heel veel zin in. Oh god, daar hebben we Jannes. Hij is al op school. Ik ga opschieten. Ik ga nu weg. Doei. Ik ben aan het lopen naar school. Met mijn koffietje. Ik ben echt super blij met deze beker. Die kan je dus voor 2 euro of zo, denk ik, kopen bij de Starbucks. Nou ja, die neem ik dus elke ochtend mee. Ik vind het echt fantastisch. Het is echt een hele goedkope beker, maar wel heel leuk, dus ja, ik heb zin in vandaag. Geweldig. Jongens, ja, ik ben een Randy. Ik ook. Ik ben een Randy. Jij bent een Randy. 5, 6, 7, 8. Woo! Leuk hè jongens. Hey, yeah. Leuk jongens. We gaan genieten. En in het restaurant? Nee. Oh, het is een vlog. Oh nee. Oké, hij heeft tegen me gezegd, ga jij maar vast lopen. Dan kom ik wat later, want ik heb geen achterop. Ik ga Groundhog Day kijken, want ik ben al halverwege. Ja, je mag wel meekijken, maar dat is voor jou niet zo leuk. Hi, ik ben nu bezig met de vlog editen. Ik zal het even laten zien. There it is. En ik ben erachter gekomen dat ik de vlog helemaal niet heb afgesloten. Dus bij deze ga ik dat nu doen. Ik wil ook bij deze heel even heel kort zeggen. Sorry dat mijn vlogs niet op een vaste dag eigenlijk online komen nu. Mijn streven is altijd woensdag. Maar
dit lukt niet altijd zoals nu. Ja, ik hoop dat jullie dat begrijpen. En ik hoop vooral gewoon dat jullie weten dat ik vanaf nu eigenlijk gewoon video's upload wanneer dat voor mij kan en uitkomt en wanneer ik daar tijd voor heb. Ja, dat wilde ik gewoon even zeggen. Ik vind het namelijk weer heel erg leuk om te vloggen, maar ik moet er wel tijd voor maken. En het moet gewoon lekker casual blijven voor mezelf. Want anders denk ik niet dat ik het ga volhouden. Nou, in ieder geval dan weten jullie dat. Maar goed, ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk vonden. Het is best een lange vlog geworden, maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doei!